Vijzelstraat is dichtgegooid, Singel is dichtgegooid. Nu is het alleen nog vanaf de Blauwbrug deze kant op. Ja, en als je deze automagneet nou weghaalt hier, dan lost het daar vanzelf ook op. Ja, die automagneet waar GroenLinks-raadslid Zeger Ernsting op doelt, is de parkeergarage bij de Bijenkorf aan het Damrak. In aanloop naar de verkiezingen zetten we hem naast een voorstander van dit soort garages in de stad, JA21-raadslid Kevin Kreuger. Volgens mij is iedereen het erover eens dat als je kan kiezen tussen auto's op straat of auto's in een garage, dat de auto's dan in een garage horen. Dus nee, dan moet je geen garage gaan sluiten. Voorstanders van sluiting zien dat als mogelijke oplossing voor een decennia oud Amsterdams probleem. Het gebruikelijke beeld in het weekend. De file voor de parkeergarage van de Bijenkorf. De beruchte Bijenkorf-files. En aan dat beeld is in bijna 25 jaar weinig veranderd. Ernstings GroenLinks zat de afgelopen jaren in het stadsbestuur, maar de garage wist hij voorlopig nog niet weg te krijgen. Wel kwam er iets verderop aan het Rokin juist één bij. Ja, maar dat is een bewonersgarage. En bovendien hoefde die van ons ook helemaal niet. Maar dat was een extra ruimte boven het station van de Noord-Zuidlijn. En de VVD dacht op een gegeven moment, we hebben nog wat geldtekort voor die Noord-Zuidlijn. Laten we er een bezoekersgarage van maken. Nou, dat was niet de gewenst van GroenLinks hoor, dus dat klopt niet. Ja, hij heeft er wel mee ingestemd. Dus nogmaals, ik dacht dat we helemaal op één lijn lagen. En dat GroenLinks en JA21 hier samen in optrokken om meer ruimte te creëren op straat. Die auto's onder de grond of in een andere garage te stoppen. Dus ik vind het merkwaardig dat ze daar nu in één keer op terugkomen. In tegenstelling tot de garage bij het Rokin is die bij de Bijenkorf in commerciële handen. GroenLinks ziet het verleiden van eigenaar Q-Park om van het gebouw een woonflat te maken als optie om de garage weg te krijgen. Maar dat ziet Kreuger niet zitten. Waar we elkaar misschien dan wel in kunnen vinden. Kijk, ik ga niks zeggen dat de garage niks met de file te maken heeft. Hè, want die auto's die gaan natuurlijk ergens heen. Maar waar we volgens mij wel meer naar moeten kijken is of je wat dingen kan doen met verkeerregulatie, een groene golf, om het verkeer gewoon beter te laten doorstromen. Komt niet enkel en alleen door de garage. Maar dat is een omgekeerde wereld natuurlijk. We zitten hier in het hart van de stad, in het middeleeuwse hart van de stad. En dan gaan we de voetgangers de schuld geven van dat de auto niet door kan crossen dwars door ons mooie Amsterdam. Nou, dat is natuurlijk belachelijk.